Ja, hallo, ik ben Brennen Duvelier. Ik ben vorig jaar, dus in 2017, afgestudeerd. En ik studeerde wetenschap en wiskunde met 6 uur wiskunde en 2 uur projectwiskunde in het 6e middelbaar. Nu studeer ik burgerlijk ingenieur aan de UGent. Hallo, ik ben Anouk de Karwee. Ik ben ook vorig jaar afgestudeerd. Ik deed Latijnwiskunde met 6 uur wiskunde. En nu doe ik handelsingenieur/TW ook aan UGent. Hallo, ik ben Jonas. Hallo, ik ben Emiel van Damme. En samen met wiskunde en wetenschap 6 uur gestudeerd, zo'n 5 jaar geleden. Ja, we zijn afgestudeerd in 2012 bij de klas van meneer Verkruijsen. Ik heb dan gekozen voor bio-ingenieur te studeren in de Kulak en dan Leuven. En nu staan we hier 5 jaar later afgestudeerd. En ik heb biochemie en biotechnologie gestudeerd in Gent. En ja, ik ben ook afgestudeerd na 5 jaar. Wat ik wel positief vond aan het middelbaar, wat ik positief vond, was de zolder. Dat was iets dat wij hadden vorig jaar op school en dat was over de middag, konden daar naartoe gaan, wat muziek opleiden, een beetje poolen en doen en mini tafelvoetbal spelen. Dat was wel echt tof. En, ja, ook de zolder. Het was positief dat de leerlingen daar zelf mee bezig waren, dat het hun eigen verantwoordelijkheid was. Dat gaf ze ook wel een drijfveer om iets goed van te maken. Ja, voor mij waren dat vooral de lessen van Robert, dat was onze leerkracht biologie. Het was echt een genot om naar te luisteren en een persoon waarvan ik heel veel geleerd heb. Voor mij was dat dan de les wiskunde, de grapjes van meneer Verkruijsen en meneer Naert, die zijn passie over aardrijkskunde goed kon overbrengen. Wat ik wel wat negatief vond aan het middelbaar was dat we niet zoveel vrijheid kregen. Dat is nu iets dat we in het, aan UNIF natuurlijk wel hebben. Over de middag gaan we dan zelf eten gaan halen en zo. En vorig jaar mochten we dat nooit doen over de middag en we moesten dan altijd briefjes voor meenemen en zo. En laten weten bij wie dat je ging gaan eten. Dat vond ik wel wat jammer. En aan UNIF is dat nu wel echt, ja, dat zijn echt de toffe dingen. Over de middag met vrienden gaan eten en zo. En in een restaurant of frietjes gaan eten. Ja, er is echt een heel groot verschil met de vrijheid. Qua in middelbaar word je nog altijd, als 18-jarige toch nog redelijk gezien als klein kind, terwijl je een paar maanden later eigenlijk volledig zelfstandig bent als je bijvoorbeeld op kot zou gaan. Het was wel een gepassioneerd man, dat kun je niet ontkennen. Maar de lessen waren soms een beetje te veel van buiten leren. En dan de lessen esthetica, daar snappen wij het net niet van. En nog altijd niet. En nog altijd niet. De zolder terugbrengen zoals vorig jaar, want dat vonden we echt allemaal heel tof en elke middag staan we daar. Ja, terug middagvoetbal terugbrengen, want dat was iets dat zeker in de derde en vierde middelbaar dat bij ons echt wel gemist werd. En wij vonden dat echt, ik weet niet, tof. Ja. Ik heb mij vooral geamuseerd tijdens middagvoetbal. Bij ons was het zo dat er een competitie was tussen de verschillende klassen minivoetbal. Ja. Ik weet niet of dat lokaal nog bestaat. Ja, denk ik wel. Waarschijnlijk wel. En dat waren onze gloriedagen. Ja. We kunnen daar nog urenlang over vertellen. We zijn daar zo nog samen naar de film geweest, naar Batman. Over middagsportactiviteiten is sowieso wel populair. En ook ja, vooral luisteren naar wat het presidium te zeggen heeft ook, dan hoor je wat dat er bij de leerlingen speelt. Ja, en aan de leerlingen zou wel meegeven, dat is dat je zeker er nog moet van genieten van je laatste maand in het middelbaar. Want het is wel direct een grote stap naar de UNIF. En je moet ook al nu zeker beginnen leren werken. En je moet ook je keuze voor volgend jaar niet te lang laten, zeker voor de leerlingen in het 6e middelbaar, je keuze voor volgend jaar niet te lang laten wachten. Want het is rapper dan dat je denkt en veel naar infodagen gaan en de CRN-beurs goed luisteren en veel vragen stellen en zo. Zij ziet dat ik zeker wel aanraad. Echt er blijven mee bezig zijn, maar voordat je het weet, zijn afgestudeerd. Ja, dat is waar. Dank u wel. Laat u zeker niet demotiveren door hetgeen wat je hier allemaal gezien hebt. Wat dat hij bedoelt is, als het hier wat minder gaat, omdat u niet interesseert, is dan iets dat u wel interesseert. Aan niet, of aan de hogeschool, of wat hij wil doen, of doen, dat is zeker niet. Ik
ik ben Cao Ho Cheng. Dus Miro, Lies. Ja, dus ik ben Jana van Houten. Ik ben Frederik, dat is Melanie. Ik ben Lotte Sorijn. Ik ben Loni de Volder. In Latijn wiskunde. En ik zit momenteel in het derde jaar professioneel bachelor biologie. Ik heb hier humane wetenschappen gevolgd. Ja, 2 maanden afgestudeerd. Nee, 4 maanden, ja, de vakantie niet. En nu doe ik vertaler, tolk, Chinees en Frans. Ik deed hier moderne talen, wetenschappen en nu ook rechten. Humane wetenschappen gedaan en ik doe ook rechten. Ik deed boekhouding informatica. En ik deed handel en ja, we zaten in hetzelfde jaar. En nu doe ik business management. En nu doe ik marketingcommunicatie. Ik heb hier humane wetenschappen gestudeerd. Ik studeerde hier 2,5 jaar geleden af. Ik zit nu in mijn derde jaar sociaal werk. Ik studeerde hier wetenschappen en wiskunde. Ik ben 1,5 jaar afgestudeerd en ik doe nu kleuteronderwijs.